De Nederlandse staat betaalt al tientallen jaren dubbel voor het onderhoud van meubels en kunst in koninklijke paleizen. De koning krijgt een vergoeding voor dat onderhoud, maar de overheid betaalt het vervolgens zelf. Nou ja, krijg jij daar een vergoeding voor? Krijg jij een vergoeding voor het schoonmaken van die meubels? Nee, niet voor het schoonmaken, voor het onderhoud. Niet om, welk onderhoud? Wat? Alles is schor en kapot. Nou, ik spaar het een beetje op. Weet je, voor als de wasmachine kapot gaat of zo. Dat soort dingen. Hoeveel? hoeveel krijg je? Een paar ton. 3 ton per jaar. 3 ton? Ja, wat? Wat lach je nou? Ga je uitbetalen als het kapot gaat? Ja, 3 ton voor een wasmachine zeker. Nee, niet voor 9 wasmachines. We hebben er 3 in elk paleis. En niet van die kleintjes of van die grote.